Hoi kijkers van De Geweldige Kaas, of niet De Geweldige Kaas, ligt eraan waar ik dit ga uploaden. Het is maar net de vraag, want ik heb nu twee verschillende keuzes, zal ik dit gaan uploaden op Jong Beledigd? Ik moest even nadenken, sorry. Of op De Geweldige Kaas. Ik denk gewoon De Geweldige Kaas, dat ik het even afmaak, de map van een kijker dingen. Want ik kom ook met het nieuws dat ik dit niet meer ga doen, map van een kijker. Als je al iets aan het maken was, oké, maak het af, stuur het op. En misschien kan ik er nog eens een keertje iets achteraan gooien. Maar als je dit hoort en je was van plan iets te maken, maak het alsjeblieft voor iemand anders die er wel nog iets mee gaat doen, oké? En als ik ooit wel verder ga, dan zeg ik dat wel. Maar in ieder geval, dit is hopelijk de laatste. Dan komen er gelukkig ook niet zoveel meer binnen. En ik wil me natuurlijk ook niet schuldig voelen en nog steeds natuurlijk wel die maps doen van degene die ze hebben gemaakt en moeite erin hebben gestopt. Deze is, als het goed is, van Harm. Hierna komt er nog eentje van Dave. Oké, kijk. Hoi Robin, ik zag dat je al verschillende mappen had gespeeld. Dus ik dacht, ik maak er ook één. ZOZ. Het is de bedoeling om alle 50 gebouwen langs te gaan voor goede armor. Als je dat gedaan hebt, mag je hier weer terugkomen om op de knop te drukken voor de boss battle. Dus ik moet goede armor halen en allemaal gebouwen om ons heen. Na veel leuke uren, veel frustratieuren en veel jurknummers is het zover. Hé, maar dat punten scoren hoor, dat is... hij weet hoe die punten scoort, ja. Goeie map, nu al. Nee, maar echt, dit is ook al groot. Echt, nu al respect voor deze map. Oké, we krijgen een beginnerset. Trouwens, we kunnen hem gewoon in peaceful zetten volgens mij, tot we bij de boss fight zijn. Dat had hij nog in de mail gezegd. Oh! Oh! Oh shit. Ik moest nog niet op de knop. Terug naar de... Het kan ook niet zonder dat ik iets kapot maak. Oké, dan gaan we maar eens naar beneden, denk ik. En dan gaan we huisjes zoeken. En dan gaan we in de huisjes zoeken naar mooie armor om te gebruiken tijdens ons gigantisch spannende avontuur tegen de bos. Ik heb al... Oh, dat was een knak van mijn nek. En niet zo'n beetje. Ik heb al de hele dag last van mijn nek, van het golven. Ik golf de laatste tijd best wel veel en ik heb waarschijnlijk iets verkeerd geslagen, zeg maar. Mijn nek, jongen. En rechts dan, hè? Want je slaat op een bepaalde manier. Oh, maar dat zal wel overgaan. Hier hebben we een diamond broekie. Dat is mooi en handig, denk ik. Ik denk dat we die eens gaan aantrekken. En ik denk dat de bedoeling is dat we uiteindelijk gewoon veel goede armor hebben. En dat we die bos dus makkelijker kunnen verslaan. Ik hoop dat er ook ergens tools zijn. Hier zit niks in. Mensen blijven mijn maps kijken. Of weet ik ook niet, maar... Mensen kijken mijn maps en dan maken ze iets... dat het niet in de oven zit. Ik zeg altijd van doe iets leuks in de oven. Al is het maar hier zo een koekje. Dan heb je punten en dat is leuk. Dit ziet er trouwens ook grappig uit. Het is altijd jammer dat het connect, maar voor de rest leuke afzuigkap. Je stoot er alleen maar makkelijk je hoofd tegen. En dat weet ik. Ik ben niet immuun, maar ik weet... Ik heb ervaring met hoofdstoten tegen afzuigkappen. Ja, ik denk meerdere mensen wel. Vooral als je wat langer bent. En onhandig. Of allebei. Dan zul je vast wel ervaring hebben met hoofdstoten. Hey, kijk. Schoentjes. Pijlen. Boog. En eieren. Ik vraag me af waar die eieren voor zijn wel. Kan het, misschien is het een Skywars fan waar we mee te maken hebben. Denkt hij van, Skywars. Yeah. Oké, deze mag weg, want die is nog niet gegroeid. Die heeft hij over het hoofd gezien, met zijn bone meal. Oh, slecht hoor. Ze krijgen geen punten mee. Grapje. Hey, dit is ook een huisje. Oh, dan zit het boven waarschijnlijk, de kist. Dan krijgen we met een parcours te maken. Oh jee. Oké, die ging. Voor de rest is het wel te doen, dit parcours. Het is wel gewoon een leuk parcoursje. En het is hooi. Van eieren. En een helm. Maar die helm, die hadden we al. Dus in principe is er weinig beter. Maar het was een leuk parcours. Ik dacht dat ik ergens een bordje zag opeens. Ook niet zo. We gaan verder richting daar, denk ik. Gewoon rondlopen tot we een huisje zien. Kijk, Assassin's Creed. Ik weet niet waarom, maar altijd als je zo... over bomen loopt. Op een of andere manier doet het me denken aan Assassin's Creed. Ik heb nooit Assassin's Creed gespeeld. Maar het doet me eraan denken, joh. Niet te weinig. Hier links, denk ik. En naar beneden. Hop, hop. Hop en hop. En dan dit. Hey, een zwaard.
daar hoopte ik al op. En eieren. Een mooie chestplate met protection 4. Oké, en dan gaan we verder. Wacht, dan misschien kunnen we vanaf boven eventjes kijken waar het volgende huis staat. Dan hoeven we niet zomaar te zoeken. Dat zie je niet. Dan gaan we maar rennen. Oké, we kunnen ook niet echt op de bomen vanaf hier, helaas. Ja, dit loopt zo stom, want het is zo onder de bomen en krap en klein. Misschien zijn er geen huizen meer. Jawel, er moet iets met een helm zijn, toch? Ja, daar. Hadden we die al gehad? Of hebben we nu al een rondje gelopen? Want iets in mij zegt dat we van de eerste keer naar dit huis gingen. Kan natuurlijk ook van niet. Maar ik denk het wel. Nee, hier zijn we nog niet geweest. Hallo, een broekie. Die hadden we al. Maar dan nog beter fire protection. Ja, ik weet niet wat we liever hebben. Hallo. Oh, niet verkeerd. Die nemen we ook mee. Dan gaan we denk ik weer terug naar het midden. En dan gaan we weer even kijken waar nog een huisje zit. Hier, richting daar. Ik ben benieuwd. Want die helm, zonder die helm kunnen we natuurlijk niet overleven. In een van de grootste boss fights van mijn carrière. Ik heb eigenlijk weinig vertrouwen meer in een ander huisje. Misschien zijn we daar begonnen. En is het daar. De helm. Sommige dingen krijgen we dubbel. Of zo onnuttig, net als die broek. Dat snap ik dan niet. Maar dat zal wel allemaal geregeld zijn. Nee, ik denk dat dit het eerste huisje was waar we heen gingen. Ja. Dan zijn we of iets over het hoofd. Hebben we iets over het hoofd gezien? Of we verdienen gewoon geen helm. Dat kan ook. Ik denk dat we gewoon geen helm verdienen. Nou, dan ben ik ready for the boss battle. I guess so. Ja, voor de rest... lijkt het er niet op dat we nog iets spannends gaan meemaken van huisjes. Nou, dan hebben we alles. Helemaal geared up. Klaar om het te doen. Snel. Wat? Wat is dit? Klaar! Ja. Wow! Wat is dit? Oh, een kistje! Met de pressure plate. Oh. Oh, waarschijnlijk moet je die hendel doen als je klaar bent. Oké. Nee, is goed. Dat zal ik wel eerlijk doen. Oh, deze man. Oh, god. Hij heeft waarschijnlijk gewoon wat eieren in dispensers gedaan. Niks mis mee, eigenlijk. Maar het is niet zo evenwichtig dan. Ga weg. Jij ook. Er is eindelijk een reden om slimes met een zwaard te slaan. Kom aan. Nu heb je ook dat je er zo meerdere vermoordt. Ik wil een torch neerzetten, maar ik heb geen. Wow, wow. Ik vraag me ook af hoeveel eieren erin zitten, want ik heb eigenlijk geen zin om telkens opnieuw... Wow! Volgens mij is het gewoon om de zoveel tijd dat hij iets spant. Oké, dat gaan er nog best heel veel zijn. We gaan verder. Pew. Hallo? Oh, lava. Shit. Wacht hoor. We pakken hier iets. Oh ja, golden apple. Hoe kunnen we dat nou vergeten? Dan pak ik er eentje hoor. Zijn we klaar? Pas als er helemaal niks meer komt. Oei. Dus we moeten per se alles doen. Hier kunnen we invallen. Dat is gevaarlijk. Kunnen we niet echt dicht maken. We moeten gewoon oppassen. Dus dat zijn 8 zombie pigmen. 8 koeien. 8 blazes. 8 magma cubes. Klaar? Ja. Ho! Ho! Oh! Oh! Vuurbroek. Daar was die voor. We krijgen een nieuwe lading. Het wordt al best snel gespannen hoor. Ik vermoord die koeien ook gewoon. Uit principe denk ik. Ho, niet doen, niet doen. Eerst die blaze even, want die kan van een afstandje goed mee raken. En dan de magma cubes. Die magma cubes die krijgen al best veel damage gewoon door er te zijn. Omdat ze gewoon in die muur spannen, snap je?
Oh, kak. Oh nee, er is een dom varken op gaan staan. Shit, en jij ook. Oké. Okay. Oh, vermoord. Oh, nee. Oh, hier zitten er ook spullen. Ja. Ga weg. Ik pak nog zo'n appel hoor, denk ik zo meteen. Oh, dit zijn er veel. Niet doen. Oeh, ah. Ik zit erin. Ik zit erin. Het is officieel. Ze kunnen er niet bij. Oké, okay, hoe ga ik weer terug? Dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Waarschijnlijk moet ik blokjes gaan graven. Klein foutje. Schaam je niet, Harm. Kan de beste overkomen. Hallo. Hi. Mag ik... Oh, nee. Nee. Ik wil gewoon... Even... Oh! Oh shit, nou heb ik de redstone gebroken. Maar ja, ik moet wel terug kunnen. Wow! 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 Niet doen! Kak, ik word echt veel geraakt. Oh, silverfish. Oh, damn. Ik word mishandeld. Ik heb nog iets kapot gemaakt. Oh, wat een chaos. Hallo? Ah, kijk. Ah. Het blijft ook chaosen, hè? Waren dat ze? Nee, er komen er nog meer. God, één voor één vallen ze hier binnen. En ze doen me niks, hè, maar gewoon duwen of zo. Dat is het irritante. Next? Nee. Oké, dat was het wel, denk ik. Hallo? En dan de blazers nog. Want die blijven natuurlijk al op hun plekje staan. Hé, joh! Hé! Kill! Kill! Ze stichten ook wel vuur tot en met, hè? Jongen, jongen. Even kappen nu. Ho! Oh. Ja! Pas als er echt helemaal niks meer komt. Die zat erachter. Oh, maar ik heb het kapot gemaakt natuurlijk. Dit, I guess. En nu moeten we naar boven. Hier zo. Jongen, jongen. Hoe hard kun je schrikken van een beetje lava? Oké, daar zijn we. Oh! Ze blijven komen. Ga weg. Oké. Pas als er helemaal niks meer komt. Ja. Hallo. Niet doen. Oh! En ze blijven bezig. In principe kan ik daar een liedje van maken. Niet doen. Waar moet ik heen, joh? Of is het... Oké. Okay. Ik ben er klaar mee. Is er nog iets waar we heen moeten? Ik weet niet waar we... Moeten we geteleporteerd of zo? Wacht, wat is... Wat staat hierin? Nee. Dit doet ook iets. Oh, wij moesten hier geteleporteerd worden. We gaan naar de volgende. Die hopelijk iets minder chaotisch is. Dat is nummer 76. Die was van Dave Smit. Ja, klik op de knop Robin. De mapmakers. Hallo Robin, we hebben voor jou een speedrun map gemaakt. Oh god. Er zijn verschillende levels die je kan spelen. Mapmakers Dave en Sam. Ja, Sam ook nog. Kanaal Dave is Slime Gamers en kanaal Sam. Dit kanaal, this channel. En please, kanaal in de beschrijving, link Dave kanaal. Nee. Als mensen benieuwd zijn, dan zullen ze wel klikken, toch? Of niet klikken, maar gaan. Zoeken. Of reageer iets en dan kunnen ze via de reacties. Level 1, The Rainbow Road. Level 2, Super Castle. Als je klaar bent, dan klik hierop. Maar dat is het niet. We zijn niet klaar. We gaan eerst naar Rainbow Road. Wow. Oké. Okay. Het is denk ik zoiets. Wow. Ik was al bang voor zoiets. Niet het rennen. Dat op zich gaat het wel. Het enige wat ik stommer vind... Oh, kijk. Het enige wat ik stommer vind...
is dat als je valt, dan ga je naar de void. Plup. Deze is gelukt. Ging nog best makkelijk uiteindelijk. Super castle. Oh, dat is zo niet te zien waar je heen moet. Oh, we moeten nog maar een stukje. Het zijn er ook twee naast elkaar. Het is wel leuk gemaakt. Tof. Respawn. En go. Plup, plup. Nee. Even kijken hoor. Nou, dan kun je niet echt ook zien waar je heen moet. Misschien moeten we slash kill doen. Kill. En go. Doe doorheen. Ah, het zijn die één blok... Dat was mijn schoen. Eén blok brede gaatjes die zo het moeilijk maken. En weer kan ik er niet doorheen. Het moet eerst rechts en dan op den duur links. Iets meer. En verder ben ik nog niet gekomen, dus... Zo. En dan hier. Daar. Gat. Daar. Ho, ho. Die. Ik ben er. Klik. Mooi. En als je klaar bent, klik dan hierop. Dit was de map. Super tof. Wil je ook een cijfer geven? 7. Klik op de knop achter je voor een verrassing. Met 1S. Doei. Vergeet niet ons kanaal in de beschrijving te zetten. Zet jezelf in de reacties. Veel makkelijker. Klik. Oh. Wow. Shit. Hopelijk worden ze niet boos of zo. Tot ziens.